Want ik was vanmiddag al lekker op tijd thuis. En toen dacht ik, laat ik dan lekker in de tuin even aan het werk gaan. Ik sta op een brug, de Ashok-Wallotra-brug in Heergewaard. En normaal gesproken fiets ik hier overheen en dan denk ik... Ik ga boven even mijn video editen. En ik wil vanavond echt op tijd in bed liggen. Want morgen wordt het een hele lange... Hallo, goedemorgen. Het is 6 juni vandaag. Het is 2023 nog steeds. Ik ga even een lunch bij elkaar graaien. Want dat is kruidenkaas. Ik heb vandaag een studiedag. En dan is het is er altijd wel lunch aanwezig. Maar die eet ik op het moment niet. Ik heb binnenkort een bruiloft. En dan wil ik toch graag in mijn pak kunnen. En lang leven de... Even kijken, dit kan ik wel meenemen. Dat is lekker ook op de cricketjes. Heb ik dan genoeg? Ja, want ik neem ook nog een shake mee. Of een reepje. Dat kan net als gooien. En dan ga ik mijn pak passen. En lang leven de puffers. Ik hier zoveel. Dus, we gaan even terug naar af. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ik heb gisteren gewoon weer de gewone dingen gedaan. Geen bijzonderheden. Niet gepufft ook. Ik merk dat het best wel los zit. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer proberen. Vaak is dat zo'n periode in het voorjaar dat ik daar echt heel erg last van heb. Maar op dit moment gaat het wel. Wel last van allergie. Van zonneallergie. Of tenminste van stofallergie. Hoe zeg je dat? Pollen. Zo eten die dingen. Dus ja. Maar het is tijd voor mij om zo aan het werk te gaan. Ik heb nog even, we beginnen wat later vandaag. Dus lekker, dan kan ik van tevoren nog even wat dingetjes doen die ik wil doen. Die ook nodig zijn voor morgen. Dus daar ga ik me even mee bezighouden. En ja, verder even mijn tas inpakken. Even zien, dit heb ik dan alles mee. Shake zit in mijn tas, reep zit in mijn tas. Ja, heb ik anders. Het is niet zoveel vandaag, maar ja, ook wel lekker. Wat staat verder op de planning vandaag? Geen idee, want ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Daar is het heel erg van afhankelijk. Want het kan zijn dat ik best op tijd thuis ben als ik af heb wat ik af wil hebben vandaag. Het kan ook zijn dat het gewoon een hele lange late dag wordt. Dus het is echt, ja, ik durf het gewoon niet zo goed te zeggen hoe laat ik thuis ga zijn. Raafje heeft zichzelf alweer helemaal ingegraven. Ik snap niet dat je dit, ja, ik snap wel dat je het lekker vindt. Je ligt gewoon graag onder een dekentje, hè, vriend. Jij, je ligt gewoon graag onder een dekentje. Ja. Oeh. Kusje? Nee, vandaag niet. Nou, of dat niet. Zo. Jij maar lekker slapen. Zo. Dan ga ik aan het werk. Goedemiddag. Ja, denk je, zo, roodneusje. Klopt. Ik ben heerlijk in de tuin aan het werk geweest. Want ik was vanmiddag al lekker op tijd thuis. En toen dacht ik, laat ik dan lekker in de tuin even aan het werk gaan. Even onkruid weghalen en dat soort dingen. De dingetjes gesnoeid. Ja, had ik nu tijd voor. En de rest van de week kom ik daar niet echt aan toe, ben ik bang. Want dan heb ik allemaal andere dingen die voorrang genieten. Dus ja, ik denk, laat ik dat slim zijn en dat nu doen. Ik ga even mijn rode bietjes maken en een speklapje. Ik eet alleen vandaag. En dat is helemaal prima. Vind ik ook niet erg. Maar ik had nog speklapje van gisteren natuurlijk. Dus dat moet ik ook even in stukjes snijden. Dus dat ga ik nu even doen. En dan heb ik twee stukjes speklap in plaats van één. En dat vind ik lekkerder. Zeg maar. En dan ga ik daarna mijn handen wassen. Mijn handschoenen wassen. En dan ga ik mijn rode bietjes schoonmaken. En in blokjes snijden. In de pan. Ja, kijk, daarom. Maar, oh, even een keer schoon. Dat zit er. Dit wordt niet schoon. We doen gewoon even schone handschoenen. Maar rooie trekt erin. Ik weet niet of dat een lekker smaakje gaat geven aan mijn rode bieten. Maar ik ben altijd heel erg met rode bieten dat het heel erg in mijn handen trekt. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe handschoenen aan. En dan ga ik er even snijden. In blokjes dus. Daar waren jullie. Ik was jullie kwijt. Ik heb hier lekker rode bietjes staan.
En daar is een speklapje ligt daar lekker in. Heerlijk, ga ik lekker van smikkelen. En ik zag nu net dat ik het zondagskrantje van afgelopen zondag al heb. Lekker op tijd bezorgd. Ik ben bezig in de keuken en ik denk, wat is er toch? Maar kijk, dit is de kat op het spekbinden. Of in dit geval Rafi. Kijk, er zit een poes. En een hondje. Als je nog iets leuks wil zien, Emily, moet je even komen kijken. Hier vind je iets van, hè? Ja. Oh, hij gaat net weg. Ik heb het op video. Dit is echt geweldig. Zo, de keuken is aan kant. Moet je even met de rat buiten? Nou, ga jij lekker met de rat buiten. Kijk, hij gaat naar buiten. Ja, dat is toch wat. Zit er een poes in je, voor je deur. En mag je niet naar buiten van de baas. Nou, dan ga je maar met de rat aan het gevecht. Vindt hij ook leuk. Maar mijn fiets staat daar en die staat er met een reden. Want ik wil een rondje gaan fietsen. Dus ik ga eventjes een... zo, die is straks al dood, denk ik. Hij kan dit echt uren, hè? Hij vindt dit zo leuk. Maar goed, ik ga een rondje fietsen. Dus, is hij lekker? Dan doet hij van die nip, nip, nips. Ja, ik weet niet hoe je dat moet doen. Een beetje een soort... Ja, doen ze ook bij hun moeder. Maar... Heb je hem te pakken? Ja, ik zie het. Ja, die doet het niet meer, hè? Nee. Nou, kind, hond, helemaal blij. Ik sta op een brug, de Ashok Wallotra brug in Heergewaard. En normaal gesproken fiets ik hier overheen en dan denk ik, oké, beetje verkeer. Maar nu staat het daar al langzaam rijdend. En ik kan zien dat het helemaal tot daar zo is. Maar, ik ben net al een avond vierdaagse tegengekomen, dus ik gok dat ik er zo meteen nog eentje tegen ga komen. Zo, het zonnetje is van de plantjes af, dus ik ga eens even de plantjes water geven. Eerst even het zonnescherm opdraaien. Zo. Die hangt. En dit is mijn basilicum, die heb ik naar buiten gezet, maar nu wordt ineens raam van kleur. Nou, ik weet ook niet wat het is. Misschien is het ook rode basilicum. Kan ook. Geen idee. Ik ga boven even mijn video editen. En ik wil vanavond echt op tijd in bed liggen. Want morgen wordt het een hele lange dag. Dus Raken was al naar boven gegaan. Die vond het al welletjes. Maar ik moet nog een video editen en een video online zetten. Dus voordat ik in mijn bed lig. Het is nu 9:10. Duurt het nog wel even. Dus voor de van juni. De hele maand is het tot heel laat licht. Dat is wel lekker. Maar goed, ik ga even aan de slag. Zo. Video in de rende. Die doe ik nog even. Inmiddels is het al een hele poos laat. Ik ga lekker eventjes gewoon rustig op mijn gemakje. Lekker een boek lezen boven. Dan, dit doet nog ongeveer een kwartiertje, 20 minuten, dan is de render klaar. De computer uitzetten, dus is maar eens eventjes een kamertje op. Ja, tijd voor mij om de video te gaan editen. Dat betekent ook dat het dus het einde van deze video is. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Morgen is er weer een nieuwe video. Zo rond de klok van 6:45 's morgens staat die voor je klaar. Hele fijne dag, jij 's morgens hebt gekeken. En kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei!